Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Trainer Henk de Jong, je verliest vandaag met 4-1 van PEC Zwolle. Allereerst, het was natuurlijk een besloten wedstrijd. Vind je dat ook jammer? Ja, hartstikke zonde. Hè? Onze supporters, maar ook de supporters van Zwolle, die horen hierbij. Ja, dan, maar het is gewoon tegenwoordig zo dat je geen oefenwedstrijd hebt. Het stond al gepland en dan mag je er niet over praten. En dat is ook lastig, want ik heb ook mensen bij de training iedere dag staan. En dan moet ik gewoon een verhaaltje vertellen dat, ja, dat we een teamuitje hebben. En dan zien ze wel aan mijn kop dat ik lieg. Want ik kan niet liegen. En, maar ja, onze supporters worden bij deze wedstrijd, alleen je ziet het steeds meer. Hè? En dat heeft niet eens met eigen supporters vaak te maken. Er zijn ook weer anderen die dan weer belden dat ze komen en dan gaan de wedstrijden eruit. Dus dan komen wij niet meer aan voetballen toe. Dus ja, sorry, het moest even, maar ja, liever niet. Hè? Nou zien de mensen natuurlijk 4-1 staan, maar toch was het denk ik een nederlaag met wel heel veel perspectief. Ah, niet normaal. En, ik ben eerst blij dat we tegen Zwolle gespeeld hebben. Hè. Ik speelde de eerste helft ook volgens mij aardig met de basis waar ze mee gaan spelen. En een week verder, ze zijn een week langer bezig. Nou, als je ziet hoe wij de eerste helft spelen, dat is echt genieten. En, ja, we staan uit het niets 2-1 achter. Hè. En je moet eigenlijk met 3-0 voorstaan. En nou, klaar, dat verzaken we nog. En eigenlijk was het op een gegeven moment jammer dat we 1-0 maakten. Want toen zeiden we ook op de bank, oké, nou gaan we kijken wat ze doen. Maar we zetten constant hoog druk, hè, hoe we willen spelen in de competitie. Nou, kwamen we niet aan de pas en hoe we zelf voetballen was prachtig. Maar toen kwamen we 1-0 voor en dan komt iets over de ploeg. Oh, we staan 1-0, we doen het goed. En dan zakte het iets terug. En toen maakten hun zooi het niets 2 goals. En de tweede helft was Zwolle beter dan ons. Hè. Dus, qua uitslag, zegt me helemaal niks. Maar 4-4, want wij krijgen zelf ook nog een paar dikke kansen. 4-4 of 5-5 had ook gekund. Ja, klopt zeker. Ik denk vooral de eerste helft hebben we vooral kunnen doen wat we hebben getraind. Wat de trainer wou. En dat pakte wel goed uit. We kwamen ook op 1-0 voor. Ik denk dat het daarna wat wegzakt en dat de krachten wat wegvloeien. Maar begin tweede helft probeerden we weer hetzelfde. En toen zag je eigenlijk ook dat het wel lukte wat we hebben geoefend. Maar ja, uiteindelijk denk ik toch dat het wat klasse is dat het verschil heeft gemaakt vandaag. Ja, neem ons eens mee naar die 1-0. Want daar was jij volgens mij goed bij betrokken. Ja, klopt. Ik veroverde hem volgens mij op het middenveld ergens. En ja, ik zag nog geen medespelers vrij staan. Dus ik dacht, ik dribbel hem even door. En uiteindelijk kwam Robert goed vrij aan de rechterkant. Dus gaf ik hem mee en hij schoot hem goed binnen. Hoe is het nou om al een aantal wedstrijden bij het eerste betrokken te zijn? Hè? Het is toch wat anders dan Jong Cambuur. Is dat mooi? Ja, dat is hartstikke mooi. Ik heb vorig jaar natuurlijk bij Jong gezeten. En als je die stap maakt, dan hoop je natuurlijk ook dat je wat minuten krijgt. En dat gaat goed tot nu toe. Dus deze lijn doortrekken. Ja, Stanley, jammer dat hij last van de heup had tweede helft. Want ik vond de tweede helft beter dan de eerste helft. Hè. Die had wat last van de heupbal. Ja, dat is wel mooi. Dat jongetje kan goed voetballen. En dat is een eigen bootje, een eigen jongen. En ja, dat vind ik mooi. En ook de belofte, en die heb ik vandaag niet in laten vallen. Want die jongens moeten vanavond ook nog weer spelen. Maar die vliegen nu hier weer weg naar Holvert. En dan gaan ze snel op zo'n snelle boot. En dan gaan ze vanavond om 7 uur moeten ze voetballen. En zonder te zeuren zijn erbij ook complimenten van Jan Bruin, hoe daarin meedenkt. Dus een mooi. Eén geheel. Vind ik mooi. Ja, ik denk dat we uiteindelijk vooral kunnen doorgaan met hetgeen wat we hebben geoefend. En dat in de verdere wedstrijden gewoon weer proberen toe te passen. Ja, want qua gevoel, hè, qua veldspel, was je misschien niet eens de mindere. Nee, precies. Inderdaad, dat is ook zo. Qua veldspel viel het eigenlijk wel mee. We hadden ook sommige momenten voetbalden we goed onderuit. En ja, nu is het aan ons om dat ook in de volgende wedstrijden te gaan proberen. Ja. Is dan het meest belangrijke dat je vandaag de bevestiging krijgt dat je ook mee kunt met dat niveau? Nou, als je uitslag kijkt, vind ik dat we nog achterop lopen. Maar als wij, we hadden wat jongens op de bank zitten. Kelvin McIntosh komt erbij deze week. Wat hadden we, Meesje Hoedemakers, Ize Kalon. Ja, dan komt er weer wat meer en er zullen nog wat spelers bij komen. Nou, dan zijn we wel op de goede weg, kan ik je vertellen.